Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is alweer zaterdag. Zaterdagochtend. En welkom natuurlijk in deze nieuwe vlog. Want wij zijn de Groentjes familievloggers. Weet je hoe dit heet? Keuzestress. Twee vliegtuigen en er komt niks. Dat is van jou. Heel erg. Maar echt. Ja! Zo, het is een zaterdag en wat ga jij doen? Ik ga straks mee met Bart, een vriend van mij, naar zijn werk. Dus een soort open dag van zijn werk. En hij werkt bij NedTrain. En ja, dat is wel leuk als je wat met trein hebt, hè. Dus dat je even kan kijken waar ze gemonteerd worden en dergelijke. En vanmiddag ben je ook weg. Dan gaat hij... Ja. We hebben een borreltje van het Rode Kruis. En, bier zuipen. Nou, ja. Ik kan er eigenlijk niet omheen. We gaan naar de bierfabriek dus. We gaan naar de bierfabriek. Ja. Ik ga straks het werkblad nog van Mirthe ophalen bij de dagbesteding. Het is een logeerweekend. Mirthe is niet logeren, maar er is wel logeerweekend. Dus ik ga het blad ophalen. En waarschijnlijk ga ik even met mijn moeder naar Ikea even wat dingen shoppen. Dus, nou, ik hou mijn hart vast. Ik denk dat ik €100 lichter ben vanavond. Jij? Dat voor mij rekening nog niet. We zijn gezamenlijke rekening. Okay. Dus en op, hè? We zijn getrouwd. Dit magazine Lotje & Co. is speciaal voor ouders, professionals, gezinnen met een zorgintensief gezin. En pas geleden hebben vriendin Sherine en ik een interviewtje gehad over onze vriendschap. En wij staan nu in het tijdschrift en ik ga het even laten zien aan jullie. En het thema is dus vriendschap. En hier staan bijvoorbeeld allemaal soorten ja, vriendschappen enzovoorts. Die nou, met zorgintensief kind te maken hebben. En hier staan Sherine en ik. Hoe tof is dit? Ik zal op Instagram ook nog even de post zetten. Maar ik vind het echt tof. Het is een mooi interview. Helaas hebben ze alleen de naam van Kian en Mirthe niet goed geschreven. Want het is geen Kilian, maar Kian en Mirthe schrijft met de i. Maar goed. Goedemiddag allemaal. Wij zitten in de auto en wij gaan naar Ikea. Mirthe zit achterin en gezellig met mijn mama een kussen shoppen voor mij en nog wat dingen denk ik. Oh, ik dacht voor Mirthe. Nee, voor mij. Oh, voor jou. Voor mij een kussen shoppen. Ik heb het vandaag wel eerder gehoord. Kijken. Mooi hè? Mirthe, heb je wat voor mama uitgezocht? Ik kan mama op de schoot doen, hè? Vooral als we op de laptop vlogjes maken. Ja. Wat hebben we voor iets gevonden? Iets handigs, denken wij, hè? Om uit te proberen. Ik denk dat het heel handig is vandaag. Voor na het douchen, voor Mirthe of zwemmen. Ja, dat je hem even omslaat, hè? Ja. Ja, ik denk dat het best wel handig kan zijn, dit. Welke kleur vind jij leuk? Het is wel echt een meisje. Ik vind die mintkleur leuk, maar het is natuurlijk wel echt een meisje. Maar het maakt ook niet uit, hè? Dat maakt ook niet uit. Oké, want deze zijn ook leuk, maar we denken niet dat dat heel handig is voor Mirthe. Nee, maar die ga je niet omslaan. Precies, dit wel. En dus groter dan van die. Deze is lekker groot. Precies. Deze lekker omslaan. Ja, deze handig. We gaan die gewoon proberen. Zo, Mirtje. Ik vind het een beetje misselijk het verhaal. Ja, dat is niet leuk, hè? Wel lekker eten, hè? Opa. Ik denk niet dat Mirthe het antwoord gaat geven op jouw vraag. Ik denk het niet. Weet je hoe dit heet? Keuzestress. Alsjeblieft. En dan nog een kusje, maar dat moet wel goed zijn, hè? Is tegen kwijl bestand, denk je? Denk je? Zei je wat? Ja? Wat zei je dan? Jij vindt die? Ze wijst er eentje aan hoor, naar je. Kijk, ja, okay, kijk. Die hè? Die wijst ze aan. Word je er een beetje moe van? Wil je ook een kussen, Mirthe? Mirthe, we gaan even een goed gesprek houden. Ja, vind je het zo vervelend dat mama niet kan kiezen? Nou, wij zijn dus net weer thuis gekomen van een gezellige middag IKEA. En zoals jullie natuurlijk hebben kunnen zien. Maar wij gaan nu, dit is hier gezellig nu hè? Ja. Yeah. Wij gaan nu naar het buurthuis, want het schijnt een gezellige avond daar te zijn. En we gaan even kijken of dat wat is met muziek en gezellig. En wat heb jij gedaan vandaag, Thijs? Ja, ik was met onze kennis Bart was ik meegaan. Kennis? Vriend? Ja, vriend, kennis, zwager. Ja, zwager, nee, het is niet je zwager. Allemaal mag noemen tegen. Voor jou is het ome Bart, hè? Ja, precies. We hebben oom Bart en ome Bart. Dus we zijn naast werk, naar ja, NedTrain heet het volgens mij daar, want voor mij heb je verschillende NedTrain, ja. Nu mocht ik eens met meekijken, zeg maar. Dat is hartstikke leuk als je ook, omdat ik een modeltreinhobby heb. Dus kon ik dus zien. En daarna heb ik gezellig een borreltje gehad van de Rode Kruis Almere. Dus leuk. Zo, we maken even een avondwandelingetje naar het buurthuis. Klopt. Even lekker. En je moet eens even. Die geluiden zijn zo heerlijk voor die vogeltjes. Luister. Eigenlijk best wel lekker. Genieten dit. Hey, het is gezellig hier. Ja? Gezellig. Ja, papa is er ook. Ja, dat was ik gezellig. Dat was een drukke dag verwacht. En leuk, hè? Er gingen mensen dansen. Dus er wordt toch ook gewoon diverse muziek gedraaid van verschillende culturen. Dat is ook wel leuk, hè? Mirthe ging ook dansen. Marokkaanse muziek volgens mij. Syrische muziek, Poolse muziek. En hazes. Nederlandse muziek. Vond ik hartstikke erg. En super lekkere pizza. Net, dan kreeg ik zelfs nog pizza mee. Het is inmiddels 11:15 en wij zijn eigenlijk helemaal moe. Behalve Mirthe, die was bij mij wel in slaap gevallen. Maar toen ik haar in haar stoel zette, toen werd me dan weer wakker. Maar ja, wij gaan lekker slapen. Het is alweer zondag. En achter zit Mirthe. En ik zit achterin met Danielle. En voor zitten Bert en Matthijs. Ja. En wat gaan we doen, Daan? Vliegtuigen kijken. Wij gaan vliegtuigen kijken en picknicken. En picknicken en... heel veel eten. Ja, heel veel fout eten. Ja, en zwaaien naar passagiers. Ja. Kijken ze terug zwaaien. Ja, die gaan vliegen naar vakantie. Oh, jaloers zijn, we gaan heel erg jaloers zijn. Ja, eigenlijk ben ik wel een verhaal zo weg. Nou, ik vind het een goed idee. Ik zeg een goed idee. Waar gaan we naartoe? Mij maakt niet uit, maar als het maar warm is en de zon schijnt. Nou ja, Griekenland of zo. Daar ga je een tintje op zetten. Man, nou. Nou, Thijs zegt het is leuk voor de vlog. Thijs! Oh nee! Wat? Mirthe heeft gelogen. Maar ook gewoon met saus gewoon erop geplakt. Ja. Dat doe je niet. Ontaarde ouders. Zeg wat van Mirthe. Nou, daar zitten we dan. 2 vliegtuigen en er komt niks meer. Dat is echt wel leuk. De hele rij en we zijn neergestrand. Neergestrand? Neergestrand, ja. Ja. En er ja, we hebben er allemaal voedsel. En drinken. Alle lieve vrienden. Woehoe. En dan komen straks nog meer lieve vrienden. Maar we hebben meer eten dan we in het vliegtuig. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik wel zeker. Nou. Doei! Hij filmt nog, weet je dat? Ik vind het lekker. Wanneer stijgt hij op? Hij gaat door! Kijk hoe snel die gaat! Nou, met dit volume kan je wel op Lelystad iets beginnen, denk ik. Maar het is zo vol. Volgens mij. Is het gezellig? Lieve schat, we hebben zoveel eten hier. Wie eet je op, mama? Ik heb heel vies. Ik heb heel vies. Dat staat op de video. Bij mij ook was een tafel in. Hangen mijn vetjes over de rand. Hallo. Vliegen! Zo overpakt. Drolly. Drolly. Hij probeert wel te vliegen. Yes, hey! Ga je zelf volgen, Mirthe? Ja. Goed zo, Mirthe, wat wil jij vertellen? Welkom op deze nieuwe vlog van De Groentjes. En dat ben ik! Bedankt voor het kijken. Like en deel en abonneer. En tot de volgende keer! Dat is steeds een tong uit. Goedemiddag allemaal, het is vandaag dinsdag. Wij hebben gisteren wel gefilmd, maar dat hebben jullie al gezien in een special over de Almere Jungle. We hebben best wel een drukke, maar leuke week deze week. Gisteren is Almere Jungle, vandaag is Matthijs aan het werk. En ik ga zo meteen met Mirthe naar het stadhuis. Want wij hebben een mantelzorgdebat. Wij mogen daar aanwezig zijn, normaal mag Mirthe dat niet. Maar er wordt ook een foto van ons gezinnetje tentoongesteld. Met het doel is mantelzorger in beeld. Dus ik hoop dat ik iets ervan kan filmen of niet. We gaan het gewoon even zien. Ik neem Mirthe mee. Ik ga er eerder van de dagbesteding ophalen. Daar zijn we dan, Mirtje. Ja, hè? En wat hangt daar nou? Goedemorgen allemaal, het is alweer woensdag en ik bedenk me net dat ik helemaal niet verteld heb hoe het gisteren was geweest bij een mantelzorgdebat. Bij deze, het was echt heel gaaf om mee te maken. Ik heb ook mijn zegje kunnen doen, mijn ervaring kunnen delen. Het thema was namelijk mantelzorger in beeld. En ja, ik merkte toch dat wij zo positief in het leven staan dat het echt heel bijzonder is dat dat zo is en... Dat is ook wat we jullie mee willen geven. En wij hebben ook verteld dat wij, althans verteld, tijdens de discussie kwam ook de vraag van wie vertelt juist wel in het openbaar dat ze een gehandicapt kind hebben. Toen heb ik verteld dat wij natuurlijk vloggen, dit soort filmpjes maken. En ja, daar kregen we echt een hele mooie reactie over. Van ja, wat goed dat jullie dat doen. Wat mooi dat jullie dit doen om die verbinding te leggen juist. En ik denk dat het zo belangrijk is om... De reden wat wij onder andere vloggen is om te laten zien, een kijkje in ons leven te geven, om juist die verbinding te leggen met gehandicapten en niet gehandicapten, om het even heel zwart-wit te zeggen. En ja, dat was echt tof om een keer mee te maken. Jullie hebben natuurlijk al net een filmpje gezien dat, nou ja, met de foto erbij en een stukje tekst erbij. Wat er met die foto precies gaat gebeuren is nog een beetje onduidelijk. Volgens mij komt het ergens in Almere nog te staan. Maar goed, ik ga nu snel opschieten, want het is wel woensdag. En normaal zou Mirthe met de taxi naar de dagbesteding gaan. Maar vandaag gaan wij met Mirthe naar de tandarts weer. Want het is alweer een half jaar geleden, volgens mij in een van onze eerste vlogs, dat Mirthe naar de tandarts is geweest. Dus wij gaan nu ook weer naar de tandarts toe. Mirthe is een beetje moi vandaag. Ze is niet helemaal happy de peppy. Dus ik hoop dat ze wel snel weer wat happy en vrolijker wordt. Nee. Gewoon naar de tandarts, Mirthe, hè? Ja, naar de tandarts toe. Ik mag wel weer filmen. Nou hoor. Ja. Wat gebeurt er, hè? Ja, die zit... Deze zit echt heel erg los. Prima. Deze ook. Maar, die voorste zit echt één keer hard niezen en hij is weg. Goed zo. Goed hoor, Mirthe. Wat doe jij dit goed? Knap van jou. Heel erg knap. Moet je een beetje weer lachen. Ja, bijna wel, hè. Als je de tanden bij Mirthe een beetje los zou maken of weghalen, dan kun je dat best doen met een klein beetje, een klein tissuetje. Ja. Want anders glibberen ze weg als je het met je vinger doet. Ja. We hadden nu ook inderdaad met een tissue of een keukenroller, wat, ik weet niet, wc-papier, iets in die richting was. Precies. Het. Dan ben je goed rustig. Je doet goed open, ja. Je doet heel goed je mond open, Mirthe. Ja. Dat is ook een wonder. Ze doet het heel goed. Vroeger deed ze dat echt helemaal niet gewoon. We hebben echt 3 jaar lang niks kunnen doen met haar. Trauma en zo. Ik zie verder geen problemen behalve een 2 losse ondertanden. Nou, daar kunnen jullie misschien haar bij helpen. Ja, zeker. En tandstenen. Ik maak eventjes een afspraak met jullie. Dan kan ik volgende keer alvast met een instrumentje wat tandsteen bij haar weghalen. Prima. En ik voel haar nieuwe tanden al onderdoorkomen. Ah. Heel goed. Misschien ben je daarom niet helemaal happy. Je vindt het helemaal niet erg. Het is echt een wonder dit. Goed hoor. Hé. Hey. Hoe knappe griep ben jij? Heel goed. Ja, ik zie verder geen dingen. Ik wou van tandsteen. Die zal ik volgende keer voor jullie verwijderen. Helemaal goed. Nu ziet het er rustig uit. Het kan wel zijn dat ze nu binnen een jaar achterin haar nieuwe grote mensenkiezen krijgt. Ah, dus de ondertanden komen samen met 4 kiezen. 1, 2, 3, 4. Achterin valt er niets uit. Ze schuiven aan in de rij. Ja. Nou, mooi. Hey, wat goed van jou? Nou, wij lopen weer terug. Mirthe is in slaap gevallen. Ik heb wel de nieuwe kaart. Maar... sta je bij de balie, zeg, heb ze de oude kaart mee? Ik zeg nee, want ik sta op de gehandicaptenplek, dus ik moet natuurlijk een kaart hebben. Ja, nee, ik heb toch de oude nodig, want die moet vernietigd worden. Daar is ook zo lekker handig over nagedacht eigenlijk. Gewoon niet over nagedacht, want nou ja, nu loop ik dus weer terug naar de auto, leg ik de nieuwe kaart erin, pak de oude kaart en kan ik weer terug gaan lopen. Maar... en we zijn ook net bij de tandarts geweest en alles is in principe goed. We hebben een nieuwe afspraak, er worden met haar gebit even gereinigd. En we hebben een afspraak dus ook weer... oh ja, en er zitten natuurlijk de tanden zitten nog los en er komen nieuwe kiezen door binnenkort. En nieuwe tanden onder zitten ook al, staan ook al klaar om door te komen. Dus misschien is Mirthe daarom ook niet helemaal happy of zo. Nou, de nieuwe en de oude. En zoek de verschillen op de foto's. Kijk dan, wat een poppie. Was Mirthe net 1 jaar. En nu is ze alweer 6 jaar. Wat een verschil. Oké, zijn jullie ook wel eens zo dom? Wat me nou overkomen is, ik denk dat er wel meerdere mensen zijn overkomen. Laat even een reactie weten. Maar echt, nu ben ik de sufferd in plaats van Matthijs. Zoals bij de vorige vlog, 2 vlogs geleden. Want ik sta nu voor de deur. Boodschappen gedaan. Dus eerst Mirthe weggebracht naar de dagbesteding. Ik heb de medicijnen opgehaald. Boodschappen gedaan. En ik sta voor de deur. En ik wil mijn sleutel pakken, denk ik. Waar is mijn sleutel? Waar is mijn sleutel? En toen dacht ik, oh ja. Ik denk dat ik hem vanochtend bij Mirthe in de tas heb gedaan. 1 keer raden waar de sleutel is bij Mirthe. Naar Zeda toe. Het is inmiddels 12:30 al. Ik ga naar toe. Haal ik mijn sleutels, ga ik naar huis. Dan doe ik even rustig aan. En dan kan ik om 3 uur weer terug om Mirthe. Of in ieder geval 3 uur, 2:15 om Mirthe weer op te halen. Nou ja, op zich niet erg. Dan kan ik in ieder geval 2 uurtjes nog even iets in huis doen. Ertussen. Dus ik ga snel racen. En dan ben ik om 1 uur wel weer thuis. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag. En ik wilde eigenlijk nog iets belangrijks vertellen. Voordat ik de vlog van deze week ga afsluiten. Want wij hebben toen dat artikel gehad in de Trouw. En ik heb een artikel gekregen. En ik ga het even laten zien. En waarschijnlijk zien jullie het ook al op Facebook en Instagram verschijnen. Maar ik ga hem nu even voor jullie delen. En daar is het artikel. Bedankt weer voor het kijken naar deze nieuwe vlog namens Mirthe. En een duimpje omhoog zal super tof zijn. En natuurlijk ook delen van onze vlog zou geweldig zijn. Zodat we meer over onze Mirthe kunnen vertellen en bereiken. En abonneer. En tot de volgende keer. Dag. Dag allemaal.